begon als een spontane reactie op Facebook, maar kreeg al snel een serieus vervolg. Waar het over gaat? Het gaat over de Kaplan Huibeslaan. Momenteel worden er 2 rotondes aangelegd in Oostenrijk. Er is een tijdelijke maatregel is er genomen om de Kaplan Huibeslaan aan 2 zijden open te houden. Zodat ook de bewoners van het Westend komen vanuit Mogestel en de Bunders toch hun wijk in kunnen. Die situatie willen wij graag na het gereed komen van de rotondes willen wij zo houden. Daarvoor zijn we een actie opgezet in het Westend. Die actie heeft momenteel 604 volgers op Facebook, op de pagina. We hebben 500 handtekeningen op papier. We hebben 243 handtekeningen digitaal binnengekregen via petities.nl. Die gaan we vandaag aanbieden aan wethouder Joost Wagenmakers, aan Jurriaan Donker, dat is ambtenaar van verkeer. En ons doel is natuurlijk om te zorgen dat deze situatie na het gereed komen van de rotondes zo door mag gaan. Verkeerskundig gezien moet de totale situatie bekeken worden. Dus niet alleen naar de rotondes gekeken worden, uitgaande van de bestaande situatie van de Kaplan Huibeslaan. Wat wij graag willen is dat ook gekeken wordt van hoe functioneert het systeem nou als de Kaplan Huibeslaan aangepast wordt. En wij zijn van mening dat er dan voor niet alleen de wijk Westend, maar ook gewoon voor de totale verkeersstroom beter uit zal pakken. Dus dat willen we graag bespreken. Goed, meneer Wagenmakers, bij deze de overhandiging van de petitie, de digitale petitie met 243 handtekeningen en ook de papieren handtekeningen, zijn er 500. Hiermee hopen we inderdaad dat we kunnen laten zien dat de wijk het Westend absoluut voorstander is om de Kaplan Huibeslaan aan 2 zijden open te houden na de gereed komen van de rotondes. En we hopen dat gerealiseerd kan gaan worden in de toekomst. Dus bij deze. Dankjewel. Alsjeblieft. Het bezoek was aangekondigd. Na de overhandiging van de handtekeningen nam wethouder Joost Wagenmakers ruim de tijd om de delegatie te woord te staan en werden er meteen ook afspraken gemaakt. Nou, de volgende stappen, eigenlijk worden een aantal stappen gezet. De eerste stap is dat ik binnenkort graag in gesprek wil gaan met de mensen van deze groep en de mensen waarvan we ook brieven hebben gekregen die juist voor het terugbrengen naar de oude situatie zijn. Wanneer wij maatregelen gaan nemen, dan moeten we ook als college het gevoel hebben dat hiervoor voldoende draagvlak is. Dat is stap 1. Stap 2 is dat we willen gaan uitzoeken wat de effecten zijn van die maatregelen. Want je kunt wel zeggen 1 straat wordt 2 richtingsverkeer, maar wat voor gevolgen heeft dat voor het verkeer in het achterliggende gebied? Ik hoop op zeer korte termijn de eerstvolgende stap te zetten, dat ze in gesprek gaan met, laat ik zeggen, voor- en tegenstanders. Daarnaast zullen wij intern verkeerskundig onderzoek moeten doen. En we zullen dat dan in overleg, als het mogelijk is met een klankbordgroep, verder gaan uitwerken. Nou, we hebben inderdaad een heel constructief gesprek gehad met de wethouder. We gaan sowieso in gesprek ook met tegenstanders van die inderdaad gewoon de oude situatie weer teruggebracht willen hebben. Dat gesprek gaat op korte termijn plaatsvinden. En verder gaat de wethouder samen met meneer Donker gewoon inhoudelijk even kijken naar de verkeerskundige situatie. En daar wachten we gewoon eventjes op die vervolgstappen.